In 1961 was het defensiebudget van de Verenigde Staten, omgerekend naar verhouding van de andere overheidsuitgaven en de grootte van de economie, de helft van wat het nu is. Maar al toen al was het totale hoeveelheid geld die rondging in de defensieindustrie groter dan de totale omvang van de rest van de Amerikaanse economie. Toen al. Toen al ging er meer geld om in de oorlogsindustrie dan in de gehele overige Amerikaanse economie. En zoals gezegd, tegenwoordig is die defensieindustrie verhoudingsgewijs twee keer zo groot als toen. In 2020 ontving Lockheed Martin, een grote wapenproducent, zelfs meer subsidie, meer overheidsgeld dan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer geld dus voor wapens. Dan voor diplomatie.